Zuivere lijnen, een perfecte afwerking en nobele materialen. Het zijn de typische codewoorden voor bedrijven of merken die zich aan de top van de markt willen positioneren. Ja, en voor velen onder hem stopt het verhaal daar ook. Anderen definiëren eau de gamme eerder als een totaalbelevenis. Een ervaring die het product ver overstijgt. Bij Ford heeft die ervaring sinds kort een naam, Vignale. Het label is nu zo'n 2 jaar op de markt en reikt inmiddels van de Fiesta tot de S-Max. Inclusief een gelijknamige voorkeursbehandeling voor Mondeo, Edge en Kuga. De Vignale-uitvoering, die voor het eerst beschikbaar is op de Fiesta, valt van beide eerste oogopslag op met zijn esthetische meerwaarde. Een exclusieve frontpartij, 18 duimsvelgen en partieel lederen zetels. Het komt erop neer dat je de luxe, het comfort, de spitstechnologie van een grote limousine nu terugvindt in een stadswagen. Denk bijvoorbeeld maar aan de B&O audio-installatie, een primeur voor Ford, waar alle Fiesta's mee kunnen uitgerust worden. Maar ook aan elektrische waakhonden als een sterk verbeterde voetgangersdetectie. Goed voor een perfect rapport van 5 sterren op de crashtests van Euro NCAP. Je krijgt er ook een aantal exclusieve diensten bij, zoals de Vignale One Call 24 uur dienst. En nog een leuke, je kan je Fiesta thuis laten ophalen en terugbrengen wanneer hij op onderhoud moet. Ondanks een hogere standing blijft de Fiesta een auto zonder kapzones, met een onovertroffen rijdynamiek en dito stuurgevoel. De beschikbare motorisaties passen perfect in dat plaatje. Zowel in benzine als diesel starten de CO2-emissies onder 90 gram per kilometer, terwijl de onderhoudsintervallen zijn opgetrokken tot 2 jaar of 30.000 kilometer. Allemaal ten voordele van de total cost of ownership